En Romanto. Hoe is het, Alan? Man? Leuk dat je er bent. Omstandigheden gaat het prima eigenlijk. Ja? Ja, we hebben natuurlijk met z'n allen een raar jaar, of ruim een jaar achter de rug. Zeker voor mij was het ook zakelijk een moeilijk jaar. Ja, met jaar. Corona en zo. Hè? Ja. Maar daarom zeg ik, naar omstandigheden gaat het prima. Want ik ben gezond, ik heb corona overleefd. Ik kan nu weer aan de slag. Ja. En we gaan gewoon weer los, hè? Ja. Volgens mij mag alles ook weer. Verder. Ja, nee, nog niet alles, maar in ieder geval genoeg om weer, gewoon weer lekker aan de slag. Waar moeten de mensen je eigenlijk van kennen? Oef, nou, ze moeten me niet kennen, maar als je me ergens van kent, het kan best wel van veel verschillende dingen zijn, eerlijk gezegd. Cateringpartijen? Sowieso ben ik inderdaad al sinds een jaar of 10 nu als wereldverketeraar actief, zoals ik dat noem. Dus overal en nergens in Amsterdam heb ik voor mensen kunnen koken, of het nou op een foodfestival was of op kantoren. De laatste jaren voornamelijk binnen de universiteit en hogescholen in Amsterdam. Ja. Maar ook pop-up restaurants, bij een heel leuk tentje op de Zeedijk, Latij, 3 jaar het avondeten gedaan. Nu dan bij de Tonton Club deze zomer. En ga zo maar door, dus als chef slash cateraar zou je me absoluut kunnen kennen. Inmiddels ook als privéchef trouwens. Nou, even terzijde en onder ons van First Dates, maar... don't ask me why, you know. Maar, je was jong en... Nee, lang verhaal. Anyway, ik heb ook nog met oma Atje, Adna Gilaza. Dat is van Atje serveert, hè? Ja, Atje serveert. Die organiseerde heel veel evenementen in Amsterdam. Onder andere het hoofdgerecht, eerste foodfestival waar ik heb gestaan. Had. Maar hij heeft mij op een gegeven moment ook gevraagd of ik mee wilde doen aan een leuk projectje van hem. Hij noemde het Amsterdam Stoners Cookbook. En hij vroeg van, ja, ken jij nog gekke receptjes of zo die je maakt als je... Het is echt een cookbook. Nou, om het nou echt zoals Miljuschka zei, van of we dit... Want uiteindelijk heeft RTL Boulevard zelfs een keer een item gemaakt over dat boekje van ons. En toen zei Miljuschka in die aflevering van, ja, of we dit nou echt een kookboek kunnen noemen. Nee, het is niet echt een kookboek, want we hebben gewoon allemaal gekke dingen gecombineerd met elkaar. Die je gewoon in je keukenkastje zou hebben kunnen staan. Maar als jij te stoned bent of super scaffa bent... En je hebt gewoon de munchies, dan is dat uiteindelijk wat je wil hebben. Iets super zoets, vets, zouts of een combinatie van die drie dingen. Dus dat boekje staat vol met dat soort gekke receptjes. Hey, maar ik zag je kwam net aanlopen in deze prachtige Japanse outfit. Ja. Wat is de gedachte erachter? Gisteren was wel grappig, was ik inkopen aan het doen bij de kweker hier in Amsterdam. En toen riep iemand van, hey, ga je naar karate? Maar ik heb deze 6 jaar geleden in Tokio op Kapabashi Street gekocht. In Tokio heb je 1 straat, dat heet Kapabashi Street. En dat is helemaal toegewijd aan alles wat met koken te maken heeft. Okay. Dus messenwinkels. Komen daar dus ook al jouw messen vandaan? Niet allemaal. Deze man heeft een messencollectie, een Japanse messencollectie. Ja. Misschien er zo meteen shots van, maar... Oh. Ja, stiekem een beetje fetish van me, maar... Tenminste, je hebt heel iets anders gedaan. Klopt. Ja, ik heb... vroeger was ik eigenlijk altijd met muziek bezig. Ja. Dus vanaf mijn 5e zat ik op gitaarles. Heb ik klassieke gitaarlessen gevolgd. Eigenlijk altijd in bandjes gespeeld. In een metalband zelfs was ik de gitarist. Heb ik een bachelor gehaald in Arnhem op de Kunstacademie. En daarna heb ik nog een masters gedaan op de Design Academy in Eindhoven. Zo dan. En dat was meer richting marketing, dat noemden ze identity design. Met die achtergrond heb ik natuurlijk wel heel veel bruikbare bagage als
inmiddels chef zijnde, wereldverketeraar zijnde. Als in, creativiteit komt gewoon van binnenuit. En of ik daar nou een stukje muziek van maak, of een gerecht mee bedenk, of een product mee ontwerp, het komt allemaal vanuit hetzelfde creatieve brein. Dus voor mij zie ik niet zo verschillen in die vakken. Het zijn wel totaal verschillende manieren om creativiteit te materialiseren. Je chef is je profession, daar verdien je brood mee. Inderdaad, inmiddels wel. Het begon altijd als hobby, omdat ik koken wel. Ik hou gewoon heel erg van eten. En het liefst eet ik iets wat en gezond is, maar toch ook comfort food is. Vandaar mijn slogan op mijn wagentje ook. Get healthy or fry trying. The struggle is real, weet je. Je wil gewoon heel goed voor jezelf zorgen. Je ambities of zo, waar wil je uiteindelijk zijn? Je groeit toch wel een beetje op in een maatschappij waarin dat wordt gestimuleerd. Ja. Hè? Dat je doelen moet stellen, ambities moet hebben, carrière moet maken, bla bla bla, noem maar op. Dus natuurlijk is dat er bij mij een soort van ook ingestampt. Maar ik ben nu 45 jaar en terugkijkend op mijn leven heb ik gemerkt dat de momenten waarop ik dat deed, dus hè, ik wil, als toen ik nog kunstprojecten deed, ik wil in een museum terechtkomen of wat dan ook. Ik ga muziek maken met het doel dat andere mensen dat leuk moeten gaan vinden of dat ik daar zoveel listeners, views voor moet hebben of wat dan ook. Dan kwam het vaak juist niet van de grond. Puur vanuit de passie, vanuit de liefde. Jij wilt het doen, je kan het niet laten. En ik denk dat dat de crux is, gewoon iets doen wat je niet laten kan. Yes. Omdat je het gewoon te leuk vindt. En maakt niet uit of iemand daarop zit te wachten, of dat je daar geld mee kan verdienen. Dat maakt me dan allemaal niet uit. Ik ben gelukkig omdat ik het kan doen. Precies. Dus dat gaat op voor mijn muziek, het gaat op voor koken. Het gaat op voor alle creatieve dingen die ik doe in het leven, is omdat ik dat gewoon wil doen. En uiteindelijk heeft dat mij de meeste succes opgeleverd. Maar nu, het grootste voorbeeld is natuurlijk dat ik nu mijn geld verdien met iets wat ik eigenlijk als hobby ben begonnen. Gewoon voor de lol. Ik vond het leuk en fijn om voor mensen thuis te koken, voor vrienden. Eten verbindt. De Indonesische eetcultuur is sowieso. Dus zo is het allemaal begonnen. Maar inmiddels ben ik 10 jaar professional chef cateraar. Dus het was nooit mijn ambitie. Dat was nooit mijn doel, maar ik deed dat voor de lol en laat ik het zo zeggen. You gotta make things happen in life and you gotta let things happen in life. Maar ja, het pad is niet altijd recht. Daarom. Jij maakt ook comfortfood gerechten. Absoluut. Ja, ik noem mezelf niet voor niks wereldverketeraar. Ik ga straks een gerechtje maken wat van varkensvlees is gemaakt, dus dat schaart zich daar niet per se onder, maar dat is ook onderdeel van mijn hoe ik met eten omga is. Als wereldverketeraar denk ik na over welke ingrediënten ik gebruik. Ik denk dat dat steeds belangrijker is. Dat is ook geen tendens meer. Dus ik zie sowieso dat de toekomst in de voedselindustrie zich steeds meer en meer op duurzaamheid zal gaan richten. Ik heb me een jaar of 6 geleden best wel, of eigenlijk heel bewust de keuze gemaakt om niet meer met rundvlees te werken. Oké. Omdat, ondanks dat je daar fantastische gerechten mee kan maken. Maar heel veel bronnen zeggen dat de rundvleesindustrie de meest vervuilende industrie ter wereld is. Dus als ik dan als persoon door simpelweg een keuze te maken, dan werk ik niet meer met rundvlees. Dan ben ik in ieder geval geen onderdeel meer van dat probleem. Ja. Ik kan het niet oplossen in mijn eentje. Nee, maar het begint wel bij een bewuste keuze, denk ik. Dus dat wereldverketeraar zit een beetje daarin, van bewust kiezen waarmee je werkt en hoe je werkt, maar ook wereldverketeraar. Als je iets van mij eet, dan hoop ik ook dat het geluksmoment van de dag is geweest voor jou. Ik kan niet wachten. Want zo is hoe wij in Indonesië naar eten kijken. Je maaltijd is het geluksmoment van de dag en op het moment dat je dat eet, ben je al aan het kletsen met elkaar over wat we straks gaan eten, wat we ooit hebben gegeten, wat we ooit nog willen eten. Ja, dus ook op die manier vind ik wereldverketeraar kloppen, want het maakt je dag beter. Een goede maaltijd is het geluksmoment van de dag. Een slechte maaltijd is ook het ongeluksmoment van de dag, toch? Ik ben in ieder geval fucking chagrijnig als ik niet lekker heb gegeten en er wel voor heb moeten betalen. Dat is waar. Dus, maar goed. Maar we gaan zo de keuken in. Yes. Heb je nog een boodschap aan de mensen? Het mag een wat voor boodschap doen. Ja, als mensen aan mij vragen, wat doe je, wie ben je? Dan zeg ik gewoon eigenlijk altijd, ik ben professioneel mezelf. Oh, dat is een mooie. En dat is het mooiste vak wat er is.
Dus mijn advies aan mensen is, nogmaals, doe gewoon op dit moment al wat je het liefste doet. Ja. En je kan 1000 redenen, hele goede redenen bedenken om het niet te doen. Maar het is juist de kunst om het wil. En zolang je maar doet wat je leuk vindt om te doen, denk ik dat uiteindelijk in je leven alles goed gaat komen. That's what I want to share. Nou, hele mooie woorden. Zullen we de keuken ingaan? Ja man, ik ga iets lekkers laten proeven. We zien jullie zo. Ga je mee? Ja. Ja mensen, kijk eens. Chef Wanto heeft het klaargemaakt. Heerlijke Balinese pork ribs. Hey, kan je uitleggen? Wat heb je gedaan? De pork ribs eerst een dag in een brine laten liggen. Ja, dat verandert de structuur van het vlees, waardoor het veel beter vocht en smaak opneemt. En dat maakt het zo lekker mals en fall of the bone, zeg maar. Dus ik heb ze in die brine een dag laten liggen, vervolgens ook 2 uur lang in gekookt, want dan valt het vlees dus al lekker bijna van het bot. Ja. En op het moment dat ik ze ga serveren hier bij de Tonton Club nu, zeg maar, dan lak ik ze eerst in met de saus, ja. Waarin 14 ingrediënten zitten. Die heb ik een beetje geïnspireerd op mijn favoriete Balinese. Beetje zo, uit je hoofd? Ja, volgens mij wel. Maar nee, ik ga ze ook niet allemaal verklappen hoor. Okay. Maar je hebt op Bali een spare ribs restaurant dat heet Naughty Nouris. Die saus vond ik zo fantastisch dat toen ik dat voor de eerste keer at. Daar heb ik het een beetje proberen op te laten lijken. Okay. Volgens mij is het ook heel goed gelukt, maar je moet gewoon komen proeven denk ik. Maar dus dan gaan ze nog even gelakt worden in aluminiumfolie gewikkeld in de oven. Zodat de marinade alvast een beetje in het vlees trekt voordat ik ze dus in de pan nog met de saus zelf karamelliseer. En dan komt het op het bord met deze Koreaanse Ui Muchim komkommersalade. En een beetje cassave crackers. Uiteraard. Toppen met serundeng en wat lente-ui. Maar dat is allemaal maar om het even. Het gaat uiteindelijk gewoon om die heerlijke marinade met dat supermalse vlees. Dus ik zou zeggen... Ga op proef. Taste it. Ja, eerst man. Mag ik eerst? Ik ken ze inmiddels wel, maar als je kan het lekkers... Kijk, ik ga voorzichtig doen met mijn snor, ja. Maar... Ik neem gewoon een klein stukje. Deze, kleine. Oh, kijk eens. Oh, mensen. Fall of the bone. Of the bone. Fall of the bone. Nou, ik neem ook een stukje als het niet erg vindt. Please. Oep. Kijk eens. Ja, als je ribs dat niet doen, dan zijn ze gewoon niet goed. Of de bone, jongens.
Ja. Ik ga die 14 ingrediënten ga ik niet raden. Nee? Ik kan er een paar thuis brengen, maar... Mensen, dit is zo lekker. Oh. Die saus, of die waarmee je hem hebt geglazed. De boemboem marinade. Is dat je eigen boemboem marinade? Ja, nou ja, wat ik zeg. In Indonesië zijn gewoon heel veel boemboes hebben de usual suspect erin. Hè. Dan hebben we het over gember, kurkuma, Laos of noem maar op. Gewoon de, laten we zeggen, 6 van de ingrediënten die in deze saus zitten, zitten zo'n beetje wel in elke Indonesische boem. En dan kan je natuurlijk weer andere dingen gaan toevoegen om een specifiekere smaak te krijgen. Ik luister wel hoor. Ondertussen. En dat was gewoon een beetje zoeken, want ik zocht dus een beetje naar dezelfde smaak als de saus van Noti Nuri, zo Bali. En ja, daar komen echt busladingen van over het hele eiland, vanuit andere landen in Azië komen daar naartoe. En niet voor niks, die saus is echt fantastisch lekker. En ik denk dat ik hem redelijk benaderd heb, want er zit pittigheid in, er zit zoetigheid in, wat altijd voor mij mijn favoriete combo is. Gewoon goed pittig, maar toch ook, weet je, sweetie, een beetje dat zoetige, een beetje sure en dan nog kruidig met door... Ik voel dat pitje hoor. Ja, dat pitje voel je wel een beetje. Ja. En ik weet niet of mensen het je verteld hebben, maar ik denk dat ik de enige Surinaam ben in heel Nederland die geen peper eten. Oké, dat heeft niemand mij verteld, maar we... Tenzij de ribs dus echt goed bereid zijn, als in dus mals, fall of the bone en met een heerlijke marinade, dan vind ik het wel lekker. Oh man. Ja. Mensen, dit moeten jullie gewoon echt proberen. We zijn hier zo in de, wat ik al zei, in de Tonton Club in Amsterdam. Zoek het gewoon op. Nou, op de Tonton Club website staan sowieso wel eventjes goed om te weten. Er zijn er 2 in Amsterdam. Dus ja, dit is Tonton gezien. Club nummer 3. Er zijn er 2, maar dit is nummer 3. en deze zit dus op de Jan Evertsenstraat in Amsterdam. Net iets buiten de ring. Maar een stuk groter, veel groter terras uiteindelijk ook. Ja, en, ik denk het wel. En een andere keuken, want ik doe deze keuken. mensen, dus als je de kans krijgt, kom lekker hier naartoe. Kom naar de Tonton Club. Hendra Wanto staat hier zo, echt met gerechten van zijn hand. Die moet je gewoon echt proberen. Hè. Dit is gewoon authentiek. Dit is gewoon zoals het hoort. Ik kan dit niet verbeteren hoor. Echt niet. Hendra Wanto, ik wil je heel erg bedanken. Graag gedaan, met mijn plezier. Dankjewel dat ik hier zo mocht zijn. Volg Hendra Wanto. Zie al zijn socials hieronder. En ik zie je gewoon heel snel weer. Ciao, bedankt.